Oh, ik heb trouwens geen personal trainer. Wilde ik niet. Vrienden van me zeiden, moet je doen. Maar ik heb daar geen zin in. Weet je, ik doe het voor mezelf. Ik wil trainen voor... Ik heb geen zin dat als je aan het trainen bent, dat er daarnaast iemand staat die zegt... Oh, is niet goed. Kom op. Nog een keer. Hé, dit is niet goed. Kom op. Nog een keer. Is niet goed. Dit is niet goed. Dit is niet goed. Dit is niet goed, hè? Nee, wat heb je gegeten trouwens gisteren? Weer pizza. Is niet goed, hè? Is niet goed. Ik, ja, weet je, als ik dat allemaal wilde, dan zou ik gewoon lekker thuis blijven wonen bij mijn ouders. Toch? Ja, toch? Maar het maakt eigenlijk helemaal niet uit of je wel of geen personal trainer hebt. Want bij elke sportschool waar je gaat, allemaal, is er altijd minimaal één gast. En die is er 7 dagen in de week. Toch? Die is er 7 dagen en die weet alles van alle apparaten. Hij weet ook alles van de apparaten die ze niet hebben, maar eigenlijk wel zouden moeten hebben. Maar wat hij nog het beste weet, is wat jij niet goed loopt te doen. En hij kan niet wachten om dat tegen je te zeggen. En ik heb geen zin in dat gesprek, in die confrontatie. Dus wat ik altijd doe, is als ik ga trainen, doe ik mee aan de universele taal. Voor niet tegen hem komen lullen. Ik doe mijn oordopjes in. Toch? Is duidelijke taal, oordopjes in. En ik ben op de sportschool. Ik heb mijn oordopjes ingedaan. En ik ben biceps ben ik aan het doen. En ik heb een goede dag. Soms heb je een goede dag, toch? Dus ik denk, nou, ik heb een goede dag. Dus ik denk, nou, doe een kilootje erbij. Hè? Kilootje erbij. Dus ik ben biceps aan het doen. Met 2 kilo. En die gast... Maar is mijn lijf, moet ik weten. En die gast is er weer. Tuurlijk is hij er weer. Hij staat in de hoek zo. Hij is aan het trainen bij het spiegel zo. Is naar zichzelf aan het kijken. Oh, doet zijn shirt omhoog. Jeugdtrauma's verwerken. En ook geluid maken. Zo. Ik weet niet wat hij zegt. Hatsa! Ja, wat zijn nou? Hatsa! Wat betekent dat? Hatsa! Staat in de Van Dalen? Hatsa! Ik denk, oké, prima. Hij is lekker daar met zichzelf bezig. Ik ben hier bezig. Helemaal goed. Maar hij komt dus naar me toe gelopen. Dat had ik niet gezien. En hij tikt ineens op mijn schouder. Of tenminste, voor hem was het tikken. Voor mij voelde het alsof ik in elkaar werd geramd. En ik draai me om en hij zegt, hé, grapje, doe even zo, Zeg ik, hè, wat is het precies? Hij zegt, hé, ik kijk, hè, naar jou. Ik kijk naar jou. En weet je wat jij moet doen? Jij moet beast modus, moet je ondoen. Ja? Jij moet beast modus, moet je ondoen, ja? Als je deze jongens wil, dan moet je trainen als een beest. Beast modus, on! Dus ik moet beast modus, moet ik ondoen. Beast modus. Dus ik wilde tegen hem zeggen, weet je wat jij moet doen? Je moet bemoeimodus, moet je of doen. Dat is wat je moet doen, ja. Maar toen ik naar hem keek, zag ik dat zijn beastmodus wel on stond. Ja. Dus dan ben ik lekker verder gaan trainen met silent modus on. En een beetje zweet, dus mijn bilspleet modus stond ook on. Had ik niet aangedaan in ieder geval. Maar deze gast, ik probeer hem te ontwijken, lukt niet. Hij is er 7 dagen in de week. En sterker nog, hij houdt me ook in de gaten. En vervolgens, als hij iets zegt, het zijn ook altijd van die soundbites. En dan moet ik zelf maar mijn zin eromheen gaan vormen. Want ik ben in de sportschool, klaar met trainen. Ik haal mijn spullen uit mijn kluisje. Ik loop weg. Hij is in de kleedkamer. Terwijl ik wegloop, hoor ik ineens... Hey, grappie! Hey, benen vergeten! Ja, benen vergeten! Hey, don't skip leg day! Benen vergeten! En ik denk, waar heeft deze gast het over? Ik liep ook terug naar mijn kluisje. Ben ik hier benen vergeten? Wat is er aan de hand? Wat is dit? Ja, maar ik snap hem niet. Sterker nog, ik heb het idee, hè, dat hij zijn schema afstemt op dat van mij. Ja, want een week later. Ik ben in de sportschool. Ik ben klaar. Ik kijk waar hij is. Hij is weer in de hoek. Shirt is helemaal uit. Ik weet niet waarom. En ik loop naar de kleedkamer. Ik denk, oké, snel omkleden. Dan zie ik hem niet. En ik heb mijn shirt uit tot hier. Tot hier, hè. En de deur sweept open. Ik denk, het zal toch niet, hè. Tuurlijk is het biesmodus on. Tuurlijk. En ik heb mijn shirt uit en van paniek kan ik mijn nieuwe shirt ook niet vinden. En ik voel dat hij naar me kijkt, voel ik. Maar ik denk, oké, ik ga nu zeker niet naar je kijken, want we hebben nu allebei onze shirt uit. En voor een van ons twee is dat niet leuk. Dan ben ik, toch? Dan ben ik, tuurlijk. Ja, leuk. En ik zoek mijn shirt, op een gegeven moment heb ik hem gevonden. En hij zegt, hey, grappie, jij moet een shakey doen. Ja, jij moet een shakey doen. Ja, shakey doen. En ik heb geen idee waar hij het over heeft, maar ik voelde me wel geïntimideerd. Dus ik, Het was niet wat hij bedoelde. Nee. Hij kijkt me aan nog bozer dan eerst. Nee! Ik dacht, hoe kan je zo boos worden? Nee! Nee! Creatine! Maar ik weet ook niet wat dat is. Nee! Het klonk als een soort nieuwe spits in de kuip. Creatine! Maar toen besefte ik me, kijk, er was niemand in de kleedkamer. Het geluid, er was geen muziek of zo. Zijn geluid staat altijd zo hard. En toen besefte ik me ook, dit is de man die ervoor zorgt dat een liedje amazinger wordt. Dat is hij. Ik weet wie hij is. Hij is die gast van... Hielp ik je daarom uit de goot. Uit de goot! Dat is hij. Hij is het. Let's go for Alice. Alice! Who the fuck is Alice? Hij is het.